Yo, gasten en welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Argentinië. Het is aflevering 22 en vandaag kan een hele speciale aflevering worden, mits we één wedstrijd winnen. We moeten 1 punt krijgen in 2 wedstrijden en dan hebben we de laatste speler uit het boek volgeplakt. En dan hebben we ook alle speciale spelers unlocked en dan hebben we nog een paar informpjes, maar dan kunnen we gewoon de serie bijna gaan afronden. Het is bijna zover. Ik heb er super veel zin in. Ik moet gewoon heel goed gaan spelen, want als we de finale winnen, dan zijn we al bijna, dan zijn we zo goed als zeker klaar. Kom op, laten we daar eerlijk over zijn. Beetje vertrouwen erin hebben. Oh mijn god, het team of the season is er. Koop snel je coins op fifacoinservice.com. En via een automatische leversysteem word je dan direct geholpen. Gebruik de code FCR voor korting. En stel er gaat iets fout met je bestelling, word je gewoon in het Nederlands via een live chat geholpen. Heel veel van jullie zijn natuurlijk al op Matty gesubscribed. Maar als je die video toevallig hebt gemist, moet je even terug gaan kijken op zijn kanaal. Want een tijdje geleden deed hij een Doritos drone race tegen een aantal andere YouTubers. En toen had Matty verloren, helaas. Maar nu moet hij het weer proberen. Nu gaat hij tegen Milan in een virtual reality wereld. En hij heeft laatst al vlog geüpload van hoe dat er ongeveer uitziet. Dat zie je hier. Je kan ook nu hier overal klikken en dan wordt dat, zeg maar, ga je naar die video toe. Wat je even zeker moet doen, want daar kan je, dat hoor je daar dan, hoe je dan prijzen kan winnen. Kan je een HTC, een telefoon en alles winnen. Maar ik moet even jullie vragen om die video's van hem in de gaten te houden en dan gewoon te zorgen dat hij gaat winnen. Van de een op de andere bak zit er. Doe dat alsjeblieft voor hem, want hij moet winnen. Het team ziet er op dit moment zo uit. Erg lekker, erg lekker. Bijna alle spelers zijn unlocked. Er kunnen nog een paar spelers bij, maar daar hoeven we niet al te moeilijk over te doen. We hebben, als we het gouden plakboek openslaan, nog maar 1 speler over die we moeten unlocken. En dat is Mascherano. Kunnen we als CV of als CDM gebruiken. Ik denk niet dat we hem in het team gaan plaatsen. Ik heb gedurende de serie wel heel veel comments gekregen van Raoul. Vervang Biglia door Mascherano. Maar jongens, Mascherano die kan echt gewoon aanvallend helemaal niks. Terwijl Biglia daar wel een stuk beter in is. Dan de informpjes. Inform Di Maria en inform Aguero. Ik weet niet of we daar heel veel mee gaan spelen, want ja, we kunnen één van de 2 unlocken en de ander die gaat misschien niet eens een basisplek krijgen. Want stel, we unlocken nu Mascherano, dan zorgt dat ervoor dat we ook automatisch de rare speler Cambiasso unlocken. En als we Cambiasso hebben unlocked, hebben we ook Crespo unlocked. En Crespo, ja, dat is een legend en die gaan we sowieso een plekje in het team geven. En die gaat dan denk ik naast Messi spelen. Dus de vraag is maar hoeveel we die gaan gebruiken. Ik ga nu in ieder geval een potje zoeken. Hopelijk komen we tegen tegenstander waar we gewoon makkelijk van kunnen winnen. Dat zou wel heel chill zijn. En het zou ook heel chill zijn als jij een blauw duimpje omhoog wil achterlaten voor deze serie. En de eerste tegenstander van vandaag is gevonden. Heeft een hybrid-achtig team. Bundesliga-spelers met dan Kruse die linkt met Schürrle als spits. Higuain die linkt met Philippe Andersen en Ramsey. Dus het is een heel goed in elkaar gezet team. Hé, daar gaat iemand diep. Di Maria. Terug op Messi. Messi afmaken. Hij vergeet een bal. Hij vergeet gewoon helemaal de bal te raken. Dat is toch een best cruciaal iets als je wil scoren. Gaat er nou overheen? Dat wil niemand. Nu wel, eindelijk. Messi. En dit is een lastige hoek. Daar kan hij ook helemaal niks mee. Messi. Op Tevez. Carlitos. Terug. En afmaken. Aguero. Eindelijk halen we de trekker over. Met nog een best mooie aanval als je heel eerlijk bent. Ik bedoel, we paasten op Tevez. We hadden misschien kunnen schieten. Terug op Aguero. En tussen 2 spelers door weet hij het goed af te maken. Kijk, ik merk wel dat het team nu een heel klein beetje gevoelig is voor de counter. En dat is iets waar je voor op moet passen met een team met Philippe Andersen en Schürrle in de spits. Kijk, Higuain die gaat niet zo heel veel tegen ons doen. Daar ben ik niet zo bang voor. Dat is onze grote vriend natuurlijk. Maar die andere 2, dat zijn gluiperds. Ja, dit is bullshit. Dit is zoveel onzin. Dit is zo'n beter. Ik paas er daar niet heen. Ik druk mijn hele stick naar links. Oh, worden we bijna gewoon genaaid. Het is zo raar dat je de hele wedstrijd aan het domineren bent. En dan een paar seconden achter elkaar gaat er gewoon in één keer van alles fout waar je niks aan doet. Waar je zelf niks aan kan doen. Messi op Carlitos Tevez. Vroeg geven. Di Maria. En uithalen. En uithalen. 0-2. Lekkere corner uit zijn count. Ik zeg het altijd verkeerd. Ik haal die 2 woorden. Lekkere counter uit zijn corner. Ik wissel altijd de woorden corner en counter om. Dan zeg ik altijd lekkere corner uit zijn counter. Ja, dat slaat nergens op. Maar 0-2, daar draait het om. En dat is heel goed. Op Di Maria, op Pereira. Hele lekkere aanval. En dan bekronen die aanval. Bekronen. Nee, de rebound gaat naast. Oh, slecht geschoten. Het is nu rust. We hebben de meeste kansen gehad. Mijn tegenstander had 1 kans gehad. En die had er eigenlijk ook wel gewoon in moeten gaan. Alleen die had Willy heel goed gered. En trouwens, het klopt helemaal niet dat hij 1 kans heeft gehad. Want hij heeft veel meer schoten op goal weten te lossen. Die er sowieso waren ingegaan. Als we een andere keeper op goal hadden dan Willy. En op Tevez diep geven. Carlitos. Recht in de handen van Diego Alves. Daar had ik echt heel veel meer mee kunnen doen. We staan tenminste wel 0-2 voor. Dus dat is comfortabel. Maar ik heb het idee dat hij sowieso nog wel een doelpuntje terug gaat krijgen. Want dat zit echt al de hele wedstrijd aan te komen. Het is alleen een kwestie van wanneer. Weer een corner voor mijn tegenstander in de 81ste minuut. Kom op jongens, kom op jongens. Even lekker volhouden. Dit moet niet zo'n laatste minuut goal zijn. Dit moet niet zo'n laatste minuut goal zijn dat we dan helemaal moeten gaan stressen. Oké, maakt niet uit. Weet je, we staan 0-2 voor. 2 minuten extra tijd. Het is over, het kan niet meer. We hebben genoeg punten voor de laatste speler. Mascherano, kom maar op. Laat je zien. Laat je zien. Yes! Oké. De laatste gouden speler van de serie is een feit, jongens. Yes! Ja, we hebben geen eens schot op goal gelost in de tweede helft. Alleen maar verdedigen. Beetje saai, maar goed. Dat moeten we natuurlijk ook gewoon doen. Want we hebben nu genoeg punten om de laatste speler te lokken. Nou, we hoeven het boek er niet eens meer voor open te slaan. We kunnen hem gewoon direct gaan toevoegen. Ik weet niet voor wie we dat gaan doen. Enzo Perez, ik denk niet dat jij heel veel speelruimte krijgt in dit team. Ondanks dat je gewoon heel goed bent. Maar ja, we moeten de speler natuurlijk wel 1 keer in ons team hebben gehad. We hoeven niet per se mee te spelen. Het is niemand minder dan Javier Mascherano. En nu ben ik best benieuwd. Kijk, heel veel mensen zeiden het. Maar alleen zijn defending is lager dan dat van Biglia. Dus ja, we gaan hem sowieso geen plek in de basis geven. Maar dit betekent wel dat we nog 2 andere spelers hebben unlocked. En Higuain, ondanks dat jij het goed hebt gedaan met 8 wedstrijden, 5 goals. Tenminste, het is wel redelijk. Moeten we jou toch gaan vervangen. En dan niet voor een BBVA-Argentijn, maar voor gewoon een Argentijnse spits. Het is niemand minder dan Crespo. Crespo, Crespo. Want hem hebben we unlocked, omdat we alle legends hebben unlocked. En alle legends hebben we unlocked als we dan de laatste speler toevoegen. Mancoyo. Je hebt het ook echt, jij bent echt een legend voor onze club. Maar CDM, goud, Argentinië, Cambiasso. Bam, bam, bam. Ik denk dat we nog nooit in 1 keer zoveel spelers hebben kunnen plakken. Want als we het boek even openslaan, zie je inderdaad de zilveren pagina helemaal compleet. De non-rare gouden pagina helemaal compleet. De goldpagina helemaal compleet. De informpagina moeten er nog 2 van. Maar ja, we hebben die punten niet. Maar de legends, die zouden we unlocken als we de bladzijden af hebben. En dat hebben we nu. Dus we hebben nu Samuel, Milito, Cambiasso, Crespo. En nu moeten we opgaan naar Zanetti. Maar dat kunnen we doen als we dan een heel toernooi spelen. Met alle legends in 1 team. Dus we moeten zo na deze aflevering, of na deze wedstrijd, of we hem winnen of niet, moeten we een team maken met Samuel, met Cambiasso, met Milito en met Crespo. Ja, gaat best kut worden, want dan kunnen we heel veel spelers niet gebruiken. De speler voor de finale is gevonden en hij heeft een heel BBVA-team met een aantal goede spelers. Griezmann is goed, Isco is goed, Kroos is goed. Maar Turan op rechtsbuiten lijkt me niet heel erg verstandig. Voor de rest best een aanvallende verdediging. Piqué, Dani Alves, Marcelo. Niet echt defensieve ondersteuning vanuit het middenveld. We kunnen dit gewoon makkelijk gaan winnen, jongens. Ligt eraan hoe mijn tegenstander is. We hebben nu heel veel kansen gehad en elke keer is het net dat laatste beetje dat fout gaat. Maar uit ervaring van deze serie betekent dat dat we dan uiteindelijk toch nog wel een keertje gaan scoren. Alleen dat we dan heel lang erover doen. Zeg maar zoals nu. Dit is geen buitenspel. Ja, 0-1. Hehe. Ik vertel dat het nog lang kan gaan duren en gelijk is het Lionel Messi die gaat scoren. Zo. Piqué, dat is geen halve overtreding en daar zou je best wel eens een rode print voor kunnen krijgen. Sterker nog, dit is geel. Oké, jammer. Maar we hebben wel een mooie vrije trap met Messi. Dat is een linkspoot. Die kan er natuurlijk van deze afstand veel beter dan een rechtspoot. Iets buiten de muur. 2,5 bar power. Stik naar links. LB. Ja, dan gaat hij er gewoon in. Ja, precies zoals ik zeg. Alles wat ik doe gaat goed. En als je die herhaling even gaat kijken, dan zie je dat hij er echt ontzettend lekker in zit. Zo de knetter. Nee, vlak voor rust gaat mijn tegenstander nog een kans krijgen. En Griezmann die is weg. En dit moeten we goed gedaan, heel keurig verdedigd, heel zakelijk. Wederom fluit de scheidsrechter af voor rust en we zijn echt heel hard aan het domineren. Mijn tegenstander heeft geen enkele offensieve kans gekregen of gecreëerd in deze wedstrijd. Tevez, Carlitos, heel goed gedaan, 0-3. Rage quit gewoon, jongen. Je bent kansloos. Carlos is er weer door. Dit is heel erg gemakkelijk afgemaakt ook. Want 0-4. Hij kan zo lekker schieten, hè. Dan druk je hem gewoon net iets langer in dan bij een normale speler. En dan vliegt hij in 1 keer in de kruising. Hey, penalty. Hey, ja, precies. Oh god, Leo. Wat kan jij goed dribbelen. Het is ongeloof. Nou, Sergio Aguero. Jij hebt nog niet gescoord vandaag. Doe dat dan maar in het rechternetje. 0-5. Ja, de scheidsrechter fluit af. Jongens, we hebben de finale gewonnen. We hadden al alle spelers unlocked, maar nu het is heel erg mooi, want we winnen nu de finale. We krijgen een extra informpunt voor een inform die we waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Dat is een beetje zonde. Maar we hebben het wel gedaan. We hebben het gedaan. Het zit nu zo. We moeten de volgende aflevering opnieuw de Gold Cup gaan beginnen. Met een team waar Samuel, Cambiasso, Milito en Crespo in zitten. Als we dan met een team waar zij dus met z'n 4 in zitten de Gold Cup winnen, unlocken we Zanetti en is de serie klaar. Kan nog 2 afleveringen duren. Kan ook zijn dat ik de volgende aflevering denk, weet je wat, ik ga alle 4 de wedstrijden spelen. Moet ik nog even kijken. Maar jij wordt in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Roto Argentinië. Like zou awesome zijn. Vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. In de beschrijving staan allemaal links naar afspeellijsten op mijn kanaal. En ik check jullie later. Ciao gasten.